Ja, jullie geven het eigenlijk zelf helemaal weg, toch, die tweede helft? Ik denk dat je eerst zelf meer afstand had moeten nemen. Ze hadden een kansje uit de corner, die pakt Joren goed. Daarna wat schoten van de 16, alleen ik vond dat je voor de goal veel rustiger konden zijn. In de tweede helft geef je het zelf weg. Ja, je ziet het, de marge is maar 1. En je krijgt gewoon een hele ongelukkige penalty tegen. Met, ik vind het een natuurlijke loophouding, maar tegenwoordig gaan die ballen daarvoor op de stip. En dan krijg je hem in de laatste minuut tegen, is ongelooflijk. Ja, maar wat gebeurt er überhaupt in die tweede helft dat jullie er niet meer aan toe komen? Ik vond ons de ruimte achter in verdediging niet meer kunnen benutten. En daardoor kwamen we heel moeilijk van eigen helft af. Ik zal de beelden nog eens terug moeten kijken. Alleen we hadden heel veel moeite om de druk op te houden, tweede helft. Maar is het dan ook nog iets van een soort van angst omdat je voorstaat en je wil deze wedstrijd ook absoluut niet verliezen? Nou ja, weet ik niet. Daar moet je op een goede manier mee omgaan. En die 1-0 voor, die moet ook vertrouwen geven in de eerste helft. Alleen, wat ik al zeg, we houden de bal dan niet bij ons voorin en verliezen hem heel snel. En we weten geen kansen meer te creëren. En dan gaan we achteruit lopen en dan brengen we nog een paar fysieke spelers erin. Ja, dan valt hij. Maar Gert-Jan, jij zegt ook wel eens, Willem II is ook niet helemaal geschikt voor degradatievoetbal, hè? Te lief. Ja, als je kijkt naar de duels, hoeveel duels jullie verloren en hoe afwachtend jullie werden in de tweede helft. Ja, en helemaal geen gebruik meer maken van de omschakeling. Wat jullie de eerste helft eigenlijk heel goed deden en daar ook een paar goede kansen kregen. Dan heb je toch wel over jezelf afgeroepen, hoor. Want jullie gaven het initiatief compleet aan VVV, terwijl het helemaal niet nodig was. Ja, en je ziet het ook, als op het moment dat hun 1-1 maakten, pakken jullie het initiatief weer in handen en krijg je ook weer een aantal mogelijkheden. Ja, ik ben het met je eens. Goede analyse. Dankjewel. Gaan wij over verder praten.